Zaterdag was het zover. Nog even wat knuffels van trouwe fans en Frans en Beppie kunnen beginnen aan hun verjaardagsoptreden. Met één heel belangrijk doel. De bedoeling is dat hij veel dus luid helemaal door de dak komt. Als het oude nummer zou zeggen, dan zien we blij dat we daar zijn geweest. Het thema is weer gewoon knallen met z'n allen. Geeft het ook... Gaat extra spanning met zich met. Ja, maar het is wel een gezond spanning. Het is toch anders als tot zo. Zes lezers achterin, komen er ook gasartiesten. Dus dat maakt het toch allemaal een beetje spannender. En dan nog één laatste succesknuffel. En Frans en Beppie mogen doen waar ze het beste in zijn. Shinen op het podium. Ja, te gek, hè? We zoeten beginnen met zo'n publiek. Het is echt fantastisch, hè? Dit is toch geweldig? Als de hei, als artiest en ons feest geeft. Super leuk. Ik wil je te geëmotioneerd. De echte Beppie en Frans fans spreken vol lof over hun helden. Ja, van mijn dikke vriendin, hè, Beppie, hè, dat is het toch. Ik ken hem niet om een stoele vankens lijken. Wat maakt Beppie nou zo speciaal? Ja, Beppie maakt speciaal omdat Beppie Beppie is, ja. Ja, daar kan je niks aan doen, Beppie Beppie. Ze zijn de behoedemnikkers van de Limburgse carnaval. Ja, dat is niet voor niks als we hier Limburg natuurlijk worden gevraagd. Maar mensen dubben voor de opa en de oma, eerbiedig gezegd. Van de Limburgse cultuur, van de Limburgse muziek, Frans en Beppie. Getwijfeld over mogelijk. En naast het Maastrichtse duo zijn er ook gastoptredens van Katja Hens en Phil B. En die zijn vooral trots om hierbij te mogen zijn. Ja, natuurlijk is dat een eer. Ik bedoel, dat zijn, die lui zijn wereldbekend in Maastricht en omstreken. Ja, dat zijn iconen. Ja, ik ben natuurlijk als kind opgegroeid met Beb en Frans. En nu maak ik jij zelf de ganse avond aan elkaar praten. Ja, dan word ik echt wel heel groet op wie ze mij dat vroeg. Ja. Ik moet het even zo doen, hè. Druk, ja, ik wil ook niet. Ik wil Frans ook niet te min doen, hè. Dus. Wat willen ze nog meer? Zon weer. Ja, alles is goed, hè. En als het goed blijft, hebben Frans en Beppie nog een mooie belofte voor ons. Nou, van nu zeg ik 5 jaar gevolgd. Ja, laten we ons over 5 jaar pakken. Ja? Dus spreken we even na 4 jaar af. Spreken we nu al. Over 5 jaar weer een optreden. Als het goed blijft, hè. Als het goed blijft.